zo? Of klinkt de waterlinie meer zo? Volgens harpiste Beate klinkt de waterlinie juist zo. Maar hoe kom je erop om muziek te componeren op de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Het begon eigenlijk zoals heel veel andere mensen in de coronatijd, dat ik heel veel ging wandelen. En heel vaak net buiten de stad langs een van de forten van de waterlinie terechtkwam. En daar ontdekte ik wat een magische plek dat eigenlijk is. Het viel erop dat de waterlinie twee gezichten heeft. Eigenlijk zitten daarin zowel de stad als de natuur in, het verleden en het heden. En eigenlijk heb ik dat gekoppeld aan de woorden storm en stilte. En die stilte klinkt zo. Als je hier komt en je loopt hier rond, dan misschien dat je helemaal tot rust komt. Maar als je bedenkt wat hier gebeurd is 150 jaar geleden, waarom dit gebouwd is, dat is natuurlijk weer eigenlijk een vorm van storm. Het was een verdedigingslinie.